Welkom iedereen. Fijn dat u er vandaag terug bij bent en dat u kijkt naar Initiatie in Meditatie, onze reeks met Diana Willems en mezelf Ruben van de Kleine Bron, waarin dat we meditatie heel diepgaand gaan bekijken door middel van inzichten, oefeningen enzovoort. We hebben ondertussen al 4 afleveringen achter de rug. Die kan je terugkijken op YouTube. Ik denk dat een deel van u dat ook al wel gedaan zal hebben. Maar voor de mensen die dat nog niet gedaan hebben, in de beschrijving van deze video's kan u altijd links terugvinden naar de vorige episodes. Dus als je die gemist hebt, dan is het wel een aanrader om die eerst eventjes te bekijken. We hebben daar al een verscheidenheid van dingen gezien. Dus daar kan je zeker plezier van hebben. Deze episode zijn we er terug en dan gaan we wat dieper ingaan op diepere vormen van meditatie. Ik ga niet te veel tijd verspillen aan de introductie zelf en we gaan er gewoon volledig inspringen. Dus Jana, heel tof dat je er vandaag terug bij bent. Ja, dankjewel, Ruben. Leuk je terug te zien. Ja, geweldig. Ja, ja. Dankjewel. Oké, dan gaan we eraan beginnen. Dus eerst en vooral zou ik eventjes willen zeggen, en de meeste mensen zullen dat ook wel kunnen beamen, is dat meditatie door de meeste mensen vaak eigenlijk in onze huidige westerse maatschappij gebruikt wordt als een manier om tot rust te komen, om te kalmeren, om te relaxen, om eigenlijk de mind eventjes te kalmeren van alle drukte en stress. En dat is begrijpelijk, zeker en vast. Maar Jana, is er nog meer aan meditatie? Zijn er nog next levels of andere vormen van meditatie? Ja, zeker. En goed dat je dat vraagt, Ruben. Kijk, meditatie betekent eigenlijk een vorm van aandacht. En waar je aandacht op richt, gaat ook je inzicht vergroten. En dus in de eerste reeks echt, hebben we dat de nadruk gelegd met je ogen half open, om rust te creëren echt en mindful te leren ademen, zitten en daardoor ja, een toestand van rust te ervaren, waardoor het bewustzijn vrijkomt van het denken en als je het lang genoeg doet, tenminste toch, en daardoor die dimensie ontdekt dat er bewustzijn is, dat niet het denken is. En dat is eigenlijk al een heel belangrijke ervaring, want meditatie is tenslotte toch een ervaring. Maar inderdaad, er zijn ook vele andere vormen eigenlijk waar je je aandacht kan op richten. Want als je denkt dat meditatie alleen maar een pijnstiller is of iets om tot rust te komen, dat mag. Maar er is veel meer, vooral als we beginnen te beseffen dat tot op heden toe veel mensen in hun denken als het bewustzijn blijven bekijken. En daardoor ook alle filosofische, esoterische, religieuze, politieke, sociale, relationele voorstellingen die mensen daarover maken, over het leven, toekomst, wat nog steeds het denken is, dan ben je er ook aan vastgekluisterd. Zit je er echt eigenlijk iemand in vast en met alle conflicten en contradicties van dien. Dus er is inderdaad die ervaring om los te komen van dat denken en dan te ontdekken, ja, er is iets anders, zonder dat je dat gelijk moet of mag of kan benoemen, zou ik maar zeggen. Dus dan moet je echt ervaren, dat andere. Maar er is ook echt iets waar de meditatie heel, heel snel in een verdieping kan terechtkomen. En ik wil zeggen, onze mind, ons denken, wat moet je staan gaan? Heel veel mensen hebben last van mensen die niet in hun nabijheid leven. Zogenaamd ook van het verleden. Zelf van de toekomst. Mensen denken aan elkaar op afstand. Zijn soms boos of verliefd of chagrijnig of gewoon ja, nieuwsgierig of betrokken. En dan stuur je je gedachten uit. En dat blijkt eigenlijk dat je op de denkende wereld daar ook heel veel tijd in steekt. In onbewust gedachtentransmissie. Dus het overbrengen van jouw gedachten die je uitstuurt naar anderen. En dat lijkt dan op een psychologische, waanzin, van ja, waarom doe je dat nou? Dat is, horen ze toch niet, weten ze toch niet. Ben jij de dag en nacht al liggen denken, wat weet hij nou? Nou, dit is geen waanzin. Je doet het wel degelijk. Je stuurt dit echt uit. En kijk, misschien ook pas in deze tijd, ten opzichte van de oudere tijden, waar men ook al over sprak en naar keek, maar pas in deze tijd
hoe dat we door telecommunicatie en wetenschap en kwantumfysica en dat soort dingen, kwantummechanica, meer en meer weten ook, ook wetenschappelijk, maar ook de mensheid meer kan voorstellen, met jouw gsm'tje en noem maar op, dat we moeten gaan leren denken in dat communicatie en bewustzijn, dat energie is. En hoe meer dat we ook op het energetische bewustzijn en daardoor ook die denkspiegel interesse gaan krijgen van ja, maar ja, als ik er dan toch mee bezig ben, hoe ziet die geesteswereld er dan eigenlijk wel uit? En om daar goed interesse in te krijgen, moeten we die eerste fase van helderheid en leegte echt elke keer op terugvallen en weer beginnen zelf. En daarachter eigenlijk is er een andere fase waarin we de ogen sluiten en dan kan je echt naar binnen gaan. Maar dan moet je ook leren het innerlijke lichtje aan te steken. Dat moet zeggen dat het kosmische zicht of het innerlijke zicht kan geactiveerd worden. Moet je niet bang van zijn. Je doet het sowieso al, maar dan onbewust. En meditatie door aandacht is iets bewuster gaan uitvoeren, waar je ervoor een onbewust eigenlijk altijd wel deed. Dus mensen hebben absoluut geen angst aan. Laat je ook niks wijs maken. Dan weet ik wel, maar je moet oppassen voor meditatie. Dat is allemaal niet waar. Je moet oppassen dat je gebrek aan aandacht hebt, want dan loop je overal tegen. Maar als je aandacht leert ontwikkelen en leert doorvoeren, dan gaat dat alsmaar beter. Dus geloof dat nou. Dus ook als we in die astrale wereld, die denkwereld gaan leren kijken, dan heb je enerzijds de gedachten, de voorstellingen, maar anderzijds, als we dat daar ook toepassen, wat we toepasten ook met de zintuigen echt ja, te verstillen en in die, met je ogen open in die leegte te komen, kunnen we dat ook inwendig echt meer als te gaan concentreren in die duisternis die je dan ziet als je ogen dicht doet, blijkt ook dat die duisternis zo duister nog wel niet is, dat er ook licht is. Je kan dan wel gaan verklaringen zoeken waar dat licht gaat vandaan komen en zo. Ja, dan kan je daar nog even mee bezig zijn. Doe dat even niet. Kijk nou eens gewoon echt naar dat licht. En concentreer je eens op dat licht. En dan blijkt het ook. En dat is bij elke mens wel verschillend. En misschien van mens tot mens ook van moment op moment verschillend. Maar uit ervaring weet ik zelf ook wel. Als je dat vaak genoeg doet. Met intentie en interesse. En echt gefocust. Gaat dat licht alsmaar groter worden. En ook jouw waarneming in dat licht. Kijk, lieve mensen, op een dieper niveau meditatie gaat het mysterie van leven en sterven en er wedergeboorte, gaat alles laten zien. Dat is niet niks wat ik nou zeg. Dus diepere lagen van meditatie gaan heel het mysterie van bewustzijn, van innerlijke kosmos en zelf van uiterlijke kosmos, die eigenlijk net hetzelfde is, wat ook logisch is. Je gaat dat laten zien. Daarom, om goed te mediteren op astraal en kosmisch niveau, is het belangrijk dat je alle voorstellingen en religieuze overtuigingen gewoon even opzij schrijft, want anders ga je die projecteren en dan ga je denken, ja, that's it. Of God heeft me gezegd dat ik dat en dat moet gaan doen. En voor je het weet, dan ga je misschien allemaal rotzooi aanrichten. Nee, daar gaat het niet om. Dus clear your mind. Maar durf dan ook echt te kijken. Zoals je met je ogen opnieuw de natuur moet gaan leren ontdekken. Moeten we ook onze innerlijke kosmische natuur, geestelijke natuur, ook terug herontdekken. Maar nou, bewust, niet onbewust. Want dat doe je in je dromen en je dieper bewustzijn van de slaap, ga je altijd al die bewegingen doe je elke nacht, maar nog niet bewust. Dus daarom dat veel mensen niet weten wat de geesteswereld werkelijk is, of ze zijn zelf bang van de geesteswereld. Heel veel spirituele mensen zeggen, ja, als je contact hebt met wat jullie overledenen noemen, wat eigenlijk gewoon zielenwezens zijn, dan zeggen ze, nou, je moet nog licht sturen, maar lieve mensen, jullie zijn het licht, dat is niet kinder of daar of zo, dat is gewoon hier. En dat is, ja, meer dan jij tot die lichtbewustzijn komt, dan is die contacten heel normaal. Of dat je nou een fysiek lichaam hebt of een astraal lichaam, of beide, maakt voor mij althans geen verschil uit. En meer dan jij ook met jouw innerlijk bewustzijn leert werken, gaat die innerlijke wereld wel degelijk zich aan jou openbaren. Klopt, en er zal geopend worden. Maar ja, dat klopt, dat moet kloppen voor jou. Dat is jouw focus echt.
En natuurlijk kunnen daar wilde verhalen uit ontstaan en allemaal die religieuze tegenstrijdigheden en overeenkomsten zelf. En dat is allemaal oké. Alles is oké. Het gaat erom dat jij een innerlijke reis kan leren maken. En nou wat het mysterie van leven en sterven en wedergeboorte en de ware staat van zielenbewustzijn werkelijk kan realiseren. We noemen dat dan ook zelfrealisatie, lieve mensen toch. Hoe mooi dat ik dat met jullie mag delen. Zelfrealisatie. Het is wel wat hoor. Heel veel mensen weten niet wat ze zijn, nog wat een ander is. Maar als je begint te beseffen dat de ziel niet sterft echt en dat het geestesleven prachtig in elkaar zit en dat we altijd, ook nou, gelovig of ongelovig, wij leven altijd uit die zielenwereld. Het is een zielenreis dat we maken, lieve schatten. En daardoor ook al wat jij denkt, zend jij wel degelijk uit. En wordt waargenomen in het collectief van het zielenspectrum. Jij straalt dat uit met jouw slierten. Ik ga er wel eens wat schilderij nog, ja, ik heb er al van gemaakt, maar ik ga wel eens wat weergeven. Dat jullie een beetje dat, ja, een beetje kunnen voorstellen. Maar eigenlijk moet je het niet voorstellen. Ik zou zeggen, via de meditatie kan je naar die voorstelling zelf gaan kijken. De innerlijke voorstelling, zal ik maar zeggen, van het levende licht. En omdat je ook weet dat het dat levend licht is, lieve mensen, waar je mee in aanraking komt. En waar jij dan door gezegend wordt van binnen. Want dat zal het echt zo voelen. Jouw dopamine, endorfine, serotonine. Het gaat er ziender oog op onderuit. Je depressie gaat weg. Dat slot innerlijke agressie is. En je liefdesbewustzijn wordt geactiveerd. Want kijk, dit is nou de vijfde les van initiatie van meditatie. En vandaag hebben we ook eigenlijk over het vijfde dimensie van het bewustzijn. Het liefdesbewustzijn, het spiritueel bewustzijn. En daarmee ook dat we deze innerlijke reis introduceren om te maken. En hoe dat je dat doet. En ja, heb je de vragen rond waar ik tot op heden even neergelegd heb bij Ruben? Of was het duidelijk? Of... Het was sowieso al duidelijk, maar ik heb wel nog één vraag. Om echt dat innerlijk licht te kunnen waarnemen en om dus eigenlijk het kosmische begrip, ja, te kunnen waarnemen of door u te kunnen laten stromen. Is het dan ook nodig, want dat hebben we in de vorige afleveringen bekeken, om inderdaad volledig leeg van conclusies en leeg van, ja, eigenlijk volledig leeg te kunnen worden. Is dat nodig daarvoor? Want dat klinkt wel zo. Ja, kijk, dat is zoals met elke wetenschappelijke onderzoek. Als men een vooropstelling maakt van het eindresultaat, ga je gewoon dat projecteren. Ook met wetenschappelijke onderzoeken. Als we zeggen, nee, dat moeten we echt vinden, ja, ga je dat vinden. Maar de oorzaken en al wat er omheen hangt, ga jij niet zien, want je bent alleen maar op dat gefixeerd. Ja. Dus om echt zuiver kosmisch zicht te krijgen, echt, en dan ga je wel merken dat het niet zo evident is, dat het gelijk helemaal helder en zuiver en juist zal zijn. Mm-hmm. Maar daarmee gaan we richten op het innerlijke licht. En dan, zoals je mama vroeger zegt, nou kindje, doe je ogen dicht. En ja, dromen zijn bedrogen, verder is er niks. Dat is dus niet waar. Er is dus alles. En, maar je moet er geen angst van hebben. Helemaal geen angst van hebben, lieve schat. Echt niet. Angst is onwetendheid. En onwetendheid is angst. Maar door te richten op het licht, het innerlijke licht. Hè, want ik heb ook heel mijn leven altijd, ja, die ervaringen gehad. En uitredingen en herinneringen en al dat dingen zo. Van vorige levens en zo. En dingen. Ja, maar ja, ik kan dat zeggen. Daar heb je niet veel aan. Dan praat ik er ook niet veel over. Maar het is zo mooi en zo natuurlijk om te doen als jullie je innerlijke rijke wereld gaan zien. Kijk, mensen zijn gehypnotiseerd door tv en door wat er op YouTube en wat er dingen komt en met filmpjes en weet ik wat allemaal. Nou, die innerlijke reis, het is er allemaal. Waarom zijn we ertoe aangetrokken? Omdat het eigenlijk refereert naar onze innerlijke geesteswereld. Dus we doen het toch sowieso al. Jullie maken jullie eigen films. Jij bent de scenarist van je eigen verhaal. Niet wat er om je heen gebeurt, maar wel hoe dan jij dat ervaart. Dat is een groot verschil trouwens, wat veel mensen niet maken. Je orchestreert niet wat er om je heen gebeurt, maar wel wat er in jou gebeurt. En hoe dan jij, met wat er om je heen gebeurt, hoe dan je ermee overeenkomt, hoe dan je ermee handelt, met schakelt, zou ik zeggen. Dus en dat ga je allemaal te zien krijgen, maar dat gaat niet gelijk zijn. Eerst moeten we leren aandacht richten op ons gevoelsbewustzijn dat zich in plaats van de zijwegen gelijk met allemaal verhalen en of aan de duisternis blijft hangen,
hoe dat het bewustzijn erop vooruit gaat, dat zich gaat richten op het innerlijke licht. En wat krijgen we dan ook? Dat als jij je nou gaat toespitsen op de innerlijke, eerst de kalmte, ogen open, geleidelijk aan ga je dan naar binnen, en daar richt op het innerlijke licht, hoe meer dat je dat doet, hoe meer dat je ook met je ogen open de aura's en het licht gaat zien om mensen heen, maar ook in hen. Omdat je kijkt, meditatie is het samenbrengen van al de zintuigen ook. En dat wil zeggen dat je gaat voelend zien. Wat je eigenlijk altijd doet, maar dan word je er bewuster van. Je gaat gelijk geconfronteerd worden met de sfeer van jouw overgave terug aan het licht. En hoe meer mensen zich terug overgeven aan het licht, verdwijnt van jou die duisternis. En als die duisternis verdwijnt, verdwijnt ook jouw onwetendheid. En de liefde en de motivatie van verbinden voor het welzijn van alle levende wezens. Dus oordelen, veroordelen zit in dat kleine, georchestreerde, geconditioneerde denken. Van goed en kwaad en dat soort dingen. Maar vanuit het licht weet je dat alle voelende wezens, zelf niet voelende wezens, maar alle wezens echt zijn uitingen van dat licht. En we zien dan ook als mensen in duisternis verkeren, wil zeggen door gedachten, conditioneringen en strijd, wat uit die wanhoop en onwetendheid ontstaat, dat ze van het padje af zijn van het licht. Het licht zit in hen, maar ze weten het niet meer. En daarmee gaan mensen altijd vervelend doen en mensen pijn willen doen, eigenlijk om aandacht te vragen van, hey, eigenlijk als ik jou pijn wil doen, wil zeggen ik zit met een pijn die ik niet meer opgelost krijg. Dus onbewust ga ik jou pijn doen, want ik wil een soort aandacht vragen. Dat is wat mensen doen. Dus om meer vanuit het licht gaan we ook negativiteit totaal anders leren begrijpen. Van onszelf en anderen. Waarom doen dat mensen vervelend als het vervelend zit voor hen? Nou, juist daarom. Dus dat wil zeggen, meditatie op het innerlijke licht gaat jouw gevoel, jouw inzicht, jouw motivatie en jouw werkelijke beleving van het zielenleven en het geestesleven, ja, zien de ogen er later op vooruit gaan. En als we dat vaak doen, dagelijks doen, dan ga je merken dat heel jouw dag vanuit dat licht, ja, veel meer kleur krijgt. Een andere sfeer, een andere geur, een andere gevoel krijgt. Je komt terug tot leven, lieve mensen. Het opwekken van de doden was de ziel die je laat levendig worden. Omdat je levendig herontmoet wat het licht in welke gedaante dan ook doet. En hoe dan we ook meer respect kunnen krijgen voor de diversiteit en de veelheid van die zielenontwikkelingen. Want een van de grootste problemen in de wereld is dat we elkaar niet begrijpen hoe verschillend dan we wel kunnen zijn qua ontwikkeling en inzichten. En dat is, mensen gaan erover strijden en vervelend, dat moet je niet doen. Het is gewoon een feit, gewoon. Dat is heel normaal. Waar had je gedacht? In al die lichtjaren heen, dat wij door de kosmos incarneren, niet alleen op aarde, dat we dan verschillend zouden zijn. Maar dan je gedacht dat we hetzelfde zouden blijven, dat kent toch helemaal niet. En dat is maar goed ook. Intelligentie werkt het beste op basis van verschillen. Dus laten we lekker verschillend zijn, zou ik zeggen. Kijk, het licht verbindt al die verschillen. En dat verbindt ook jou met jouw ware natuur, jouw lichtnatuur. Ongeacht je gedaante, je leeftijd, wat er ook mag zijn, we hebben allemaal een zuivere lichtnatuur. En meditatie op die lichtnatuur, ja, dat is bliss. Dat is echt een zegening dat je door je heen laat stromen. En de rest, ja, dat moet je echt durven ervaren. En ik zal zeggen, ja, misschien moeten we daar eens mee beginnen dan. Ja, dat is goed voor mij. Zeker. Ja. Ja. Dus we beginnen, lieve mensen. Dus zet je schoenen recht op. Nek een beetje losmaken als dat moest zijn. Hè? Je kan jezelf een massage geven, kost je niks. Ja, en zit dat daar los. Maar dat heeft ook allemaal invloed, dat is ook zo. Daarmee dat yoga en meditatie heel lang zo gegeven en gepraktiseerd wordt. Gewoon om je los te maken. Omdat ook je lichaam en je spanningen deel uitmaken van je mindset. Dus als dat losse zit, is je mind ook wat flexibeler en zo. Dus, en dat is ook zo, dat is een mooie combinatie. Kan je nog yoga geven of zo? Dat doen anderen al, dus dan kan je daar wel mee terecht. Maar dan ga je wel die diepere inzichten van meditatie verder uit de doeken doen.
En we hebben in de vorige lessen, en als je ze nog niet gezien hebt, nou, lieve mensen, doe het maar wel. Ik begin die altijd met de achterkant van de boek, bij wijze van spreken, maar begin eens met het begin. Dus doe het maar wel, echt. Maar ja, hoe dan ook, gaan we ook in deze reeks eerst zeggen, ja, kijk, we gaan eerst terug het plaatsen van de ogen. Hè, dus ogen open, hallo, hallo. Of ogen dat je die half dicht zet. En dat je zo door de wimpers heen kijkt. En bewust blijft van het hier en nu ademen. En loslaten. En dan onbewegelijk blijven zitten ademen. En loslaten. En je aandacht richten op die ademhaling en leegte. Ademen. En leegte. En dan gaan we de ogen sluiten. En we concentreren ons punt tussen de wenkbrauwen. Zo. En je kijkt als het ware inwendig naar dat punt. En je zal zien, als je ogen dicht doet, ja, dat je eigenlijk wel kleur ziet. Niet gewoon alleen maar duister, maar ook kleur ziet. En als je goed kijkt, dan ga je in dat kleurenspectrum allemaal lichtpartikels zien, lichtdeeltjes zien. En dan ga je nou concentreren, gaat jouw innerlijke oog, innerlijk kijken, richten op dat lichtdeeltjes, zodanig dat door te concentreren op die lichtdeeltjes, dat er al een beweging ontstaat in die kleurspectrum, als een zijnde een soort vortex, spiraal. En daar concentreer je dan ook op, zie je zo'n astraal-energetische beweging, dat klopt ook met je fysieke lichaam, je kijkt er gewoon doorheen, door die subtiele nadis zijn dat eigenlijk. Subtiel energetisch kanaal. Je kijkt er gewoon naar. En dan zie je, ja, kleurenwisselingen ontstaan. En dan kijk je verder echt. Dan zie je nog dat spectrum van kleur veranderen. Duisternis, groen, geel, oranje. Bewegingen maken. Kijk maar gewoon. En blijven concentreren. Tot wanneer daar vanzelf, als het ware, door je concentratie meer en meer een sfeer ontstaat van kleur. En blijf concentreren op die kleur van licht dat het nou bij jou is. Zijn er misschien groen en purper? En blijf op concentreren. Ga dieper en dieper in die sfeer van licht. En je zal merken dat die beweging verder gaat aan het zien van donkere lichtkanalen, maar je focust je op het licht. Gate, gate, paragate, parasamgade, bodhisvaya. Ga alsmaar door tot het licht. Vereenzelvige terug met het licht. Ontdek jouw Boeddha-natuur of licht-natuur.
Blijf nou onafgebroken geconcentreerd op jouw innerlijke licht. Blijf aandachtig gadeslaan.
Hoe langer jij in het licht blijft, hoe meer jij ook je licht uitzendt naar anderen. Alle denkende wezens die met jou verbonden zijn, verbinden zich dan ook met jouw beoefening van het licht op zielenniveau, onbewust niveau. Hoe langer wij ons één maken met het licht, hoe meer wij het licht ook verspreiden onder alle levende wezens. Zo beoefenen we meditatie van het innerlijke licht niet alleen van ons eigen welzijn te vergroten, maar van het welzijn van alle levende wezens. Vrede is een innerlijke staat die veruitwendigd wordt door onze eigen beoefeningen aan licht, liefde en helderheid. En in die zin, als ook je motivatie dan voor het welzijn van alle levende wezens meer en meer vorm krijgt, zal ook de drang om vanuit de bron van het licht te werken en dat uit te stralen eens maar groter worden, waarin we iedereen terug de wens uitspreken om hun eigen lichtnatuur terug te activeren. Breng licht in de duisternis. Breng liefde onder alle levende wezens, waardoor harmonie en welzijn terug wordt hersteld. Open rustig terug de ogen. Meditatie is een levenshouding van mindful, aandachtig, intens te leven, te genieten van al wat je doet, maar ook te verdiepen in het mysterie van leven, intelligentie en bewustzijn, niet alleen van je eigen leven, maar van alle levende wezens, van het universum, het multiversum, dat ook allemaal in ons aanwezig is. En zo leren we opnieuw alle verschijnselen vanuit het licht terug te begrijpen. Met heel je hart. Denk eens met je hart. Zo, dat was het dan weer voor de vijfde les. Wat zou er in de zesde les gebeuren? Dan moet je wel kijken. Dankjewel, Jana. Ik vond het een prachtige oefening. Ik merkte dat het bij mij iets langer duurde dan uw instructies, zeg maar. Maar het lukte wel. Buiten misschien de laatste stap. Maar er waren een paar dingetjes waar ik zelf van moeilijkheden bij ervaarde. Misschien dat het nog nuttig is om die heel eventjes te toetsen. Ja, ik denk dat misschien andere mensen daar ook wel... Dat er misschien gelijkenissen bij zijn. Het eerste was, het is sowieso iets of wat vermoeiend, vind ik, om die blik naar tussen uw wenkbrauwen, dat punt daartussen, om u daarop gefocust te houden. Want ik merk dat er dan af en toe plotseling een gevoel komt van dit wordt te zwaar of zoiets. Eigenlijk een beetje als een spier die precies verkrampt of zoiets. Ik weet niet wat het... Zo voelt het een beetje. En dan merk ik dat ik op dat moment de focus een beetje verlies. Ja, precies. Dus ik neem aan... Dan moet je wat doseren. Hè? Ah ja, oké. Okay. En dat zal bij oefening ook natuurlijk beter en beter gaan. Dat is zoals je spagaat gaat oefenen, dan ga je ook maar doseren en dan lukt het wel. Ja. En ik vond het heel frappant dat je plotseling zei van, je ziet misschien kleuren, misschien groen of purper. En dat waren ook net exact de kleuren die dat ik zag op dat moment. Ja, bizar, hè? Hoe weet je dat nou? Ongelooflijk. Ja.
En dan na een tijdje, inderdaad, dan kwam er een, ja, het was een groen vlak met dan een soort paarse of purperen stip in het midden. En die stip die werd kleiner en dan verscheen die terug. En dan werd die kleiner tot die verdween en dan verscheen die terug. Is dat dan ongeveer die vortexbeweging dat je bedoelt? Of is dat nog Ja, iets als anders? je erin kijkt, ga je zien dat er echt kanalen zijn. En op subtiel niveau, echt als bewustzijn, als oog kan maar zien zoals een lens. En dat kan alleen maar zien wat die lens toelaat. Dat wil zeggen een heel klein spectrum van het licht. Maar als innerlijk oog, dat heeft geen lens. Maar je moet alleen nog maar wennen om te leren kijken. En gelijk kijken, microscopisch klein, kijken door die energetische kanalen heen. Ja. En dan zie je echt als een vortex. En als je er doorheen gaat en je bent gericht op het licht, dan ga je die zijwegen in. En als je die zijwegen wel niet gaat, ga ik er ook wel uit. Je zit nooit niet ergens in vast. Je bent nu gewoon bewust geworden van de verbinding tussen het fysieke, het astrale lichaam. Ja, en het kosmische, zal ik maar zeggen, echt. En dat zijn laagjes, zoals een spons met gaatjes. Zo kan je het voorstellen. Kijken door die gaatjes heen. Maar als je gericht bent op het licht, ga je er ook makkelijk doorheen. Mensen die sterven en zo bijna dood zijn, dan ga je ook door die innerlijke tunnel heen en zo. Dus we beoefenen altijd ook spiritueel die transmissie, hoe dat je door die kanalen heen gaat leren kijken. En daardoor ja, gaat dat zich verruimen. Maar als jij dan gericht bent op het licht, in jezelf terug te vinden, jouw psychologisch zelf, jouw afkomst, jouw geknoei en allemaal dingen die fout gelopen zijn, doet er allemaal niet toe. Jij ontdekt, herontdekt je lichtnatuur. En door die motivatie, die beoefening te versterken. En ook de vreugde die je gaat ervaren van dat te doen. Want dat gaat heel veel innerlijke vreugde geven. Van wauw, wat mooi, zoals een zonsondergang. Die van jou naar boven komt, een zonsopgang als het ware. Jij gaat er met het licht in contact staan. Je gaat op een heel andere manier alle mensen te gaan ontmoeten. Alles verandert, heel jouw psychologie verandert. Voor mij is dat echt het begin van spiritualiteit. Heel jouw psychologie wordt teruggefilterd, gezuiverd vanuit het licht. En jij gaat terug naar het licht. En je hoopt dat iedereen ooit die weg mag vinden. Is toch mooi? Dat is heel mooi. Dat vind ik toch, ja. Ja, zeker. Ja. En dan tenslotte, waar ik eigenlijk het meeste moeilijkheden mee had, is dat vanaf dat ik het gevoel had van, ah ja, nu voelt het heel juist, ik zit in de flow en ik begin inderdaad dingen waar te nemen, dan is er een soort klik in mijn hoofd die zegt van, oh, ik moet er beter naar kijken. En dan probeer ik precies mijn twee fysieke ogen te gebruiken, maar dan verlies ik terug de focus. En dan moet ik precies terug opnieuw beginnen. Ja, daarmee noemen we dat beoefening eigenlijk, omdat je nog moet leren focussen echt. En dat ga je ook wel leren. Wat we ook in het leven doen, alles met de auto rijden, of je eten klaarmaken, of jezelf nog voor wassen, of wat dan ook. Doe dat eens gefocust, mensen. De intensiteit en de schoonheid gaan alleen maar zich openbaren door jouw focus. Ook als je in gesprek bent of luistert naar iemand, dan doet dat iets heel liefdevol en aandachtig. Dus je gaat merken dat ook meditatie, dat ook op concentratie en focus gericht is, dat het ook in je leven op alle andere dingen gaat dat ook verbeteren. Heel veel mensen doen, ja, oh, ik had dat niet gezien, ik gooi alles van ver, weet ik veel. Ja, omdat je out of focus bent. Ja. Doe mindful. Je beter niet bewegen dan willekeurig, weet ik wat doen, maar doe nou eens mindful wat je doet en dat ook in je concentratie. En dan ga je merken, als je dat vaak doet, heel je leven gaat er beter op worden. En dat driftmatige leer je af, impulsief, driftmatig, ik weet het niet hoor, en gillen en doen en wat stuk slaan, dan gaat dat wel weg. Focus gewoon, lekker kalm, lekker rustig. En je ziet dat leven is, ja, dat wordt alleen maar mooier echt. En jij ontwaakt ook op het geestesbewustzijn, dus voor jou is dat een mysterie van leven en sterven. Jij gaat daar zonder een of andere theorie, ga je er leren doorheen zien en zeg je, nou, ik zie het gewoon, ik weet het gewoon. Dus niet gelovige volgelovige, ik weet het gewoon. En dat wens ik jullie allemaal toe, dat jullie daar verder in doorgroeien. Natuurlijk is het ook zo, als je dat maar één keer eens in de week doet of nog niet, ja, dan gaat je ervaring ook niet groeien. Hoe vaker dat je iets doet, waar je aandacht aan richt, zal groeien. Ja. Dat is ook een belangrijke. Ja. Ook met negativiteit, als je ook met negativiteit bezig bent, dan lijkt op een duur alles negatief. Want ja, waar jij aandacht aan richt, gaat groeien. Maar als je nou aandacht richt aan die innerlijke weg en die meditatie op dat innerlijke licht en de realisatie van het licht,
Zodanig dat je ook later, gaan we nog andere oefeningen doen, maar dan ga ik daar volgende keer wel uitleggen. Mm-hmm. Hoe dan je met dat licht kan werken echt, maar je moet echt naar het licht gericht zijn. Ja, dan ben je zo al gericht dat je wel voor jezelf als alle levende wezens, ja, alle energie toewinst. En gelukkig zijn, lieve mensen, en liefde, is de stroom van lichtenergie die dan gewoon cumuleert, die versterkt, die meer en meer door je heen stroomt. Dan horen we gelukkig zijn, zoals met vuurwerk, zo, yay, happy new year. Dus dat is ook het licht echt, en daarmee ga je ook merken, op een bepaald moment kan echt een lichtfontein in jou wakker worden, en je denkt van, oh, zo echt. Ja, en dan moet je daar ook maar leren van winnen, maar ja, dat kan echt huge worden. Ja, en dan hebben we het ook verlichting. Ik begin dan niet te zeggen, ja, ik ben al verlicht en zo, en dat is goed, dan moet je geen lampen niet meer kopen. Maar ik bedoel, maar echt, hou het voor jezelf echt, maar doet die oefeningen wel. En het gaat erom, wat we daarmee ook bereiken voor andere levende wezens en voor onszelf, is liefde, wijsheid en zachtmoedigheid. Echt. En daardoor dat we, ja, meewerken aan wereldvrede. Want dat mensen, ik geloof, ja, van heel mijn hart, dat wereldvrede mogelijk is als we die innerlijke weg vooruitwendigen en versterken. En daarmee doe ik dit ook. Ik zal blijven doen, zolang dat ik het in staat voor ben echt om daarover te praten en te doen, zal ik dat blijven doen. Ja, voor het welzijn van jullie allemaal. Want iedereen verdient het toch, niet dan? Vind ik wel. Zeker, ja, inderdaad. Ja, Jana, bedankt voor al die diepe wijsheid, mooie inzichten en ook waardevolle oefening. Ik vond het een heel toffe episode om te doen met jou. Voor de mensen thuis, u weet het ondertussen wel, maar als u reageert op de video, als u de video liked, als u abonneert op ons kanaal, dan komen wij dus in een interessanter algoritme terecht. En dan kijken meer mensen deze video, bereiken wij een breder publiek en kunnen wij dus ook mensen op die manier inspireren. En ook, ja, kunnen wij een beetje ons licht en ons geluk ook een beetje delen met zoveel mogelijk mensen. Dus dat zou heel fijn zijn als u dat kan doen. En voor de rest hoop ik dat u evenveel genoten heeft van deze aflevering als ikzelf. En dan, ja, dan zien we elkaar terug binnen 2 weken. Dus bedankt om te kijken. Dank u wel, Jana. Dank u wel, lieve schatten. Doei. Tot ziens.